Dit is In Derde Termijn, waarin Ruud Bochart praat met Anita Keita van Versa Welzijn over onder andere te hoog gespannen verwachtingen die er soms zijn. Wat lastig is voor een welzijnsorganisatie is om je werk goed te doen, moet je present zijn in de gebieden waar je werkt. En Arno Haaien van 50PLUS in Gooisemeren maakt zich sterk voor het openhouden van Tergooi ziekenhuis op de locatie in Blaricum. Kijk, wij vinden 50PLUS een ziekenhuis de belangrijkste voorziening in een gemeente. Je kan natuurlijk om kosten te besparen alles wel wegbezuinigen. Je kijkt naar In Derde Termijn, je wekelijkse update over de politiek in het Gooi met Ruud Bochart. Goeiedag. De welzijnsorganisatie Versa Welzijn ligt in ieder geval in Hilversum nogal onder vuur. Het heeft zelfs de kop gekost van de vorige directeur. In andere gemeentes in deze regio zijn ze wat tevredener over de organisatie. We praten erover met Anita Keita. U bent de nieuwe directeur van Versa Welzijn. Mevrouw Keita, heeft u een verklaring voor het feit dat ze in Hilversum ontevreden zijn? Het heeft zelfs de kop ook gekost van de wethouder daar. En in bijvoorbeeld Gooisemeren tevreden zijn? Ik zou die constatering wat willen bijstellen, want ja? Inmiddels is dat al aardig aan het ombuigen. Ik ben sinds mei jongstleden verbonden aan Versa Welzijn, eerst als interimmer en nu sinds oktober als directeur. We zijn intensief in overleg gegaan natuurlijk met de gemeente Hilversum en op dit moment is de stemming alweer richting positief. Dus het zat ook op natuurlijke relaties, denk ik, en patronen die ontstaan waren. Maar zeker ook forse bezuinigingen geweest in Hilversum. Waardoor er een flinke kaalslag had plaatsgevonden en mensen echt nog maar zeer beperkt konden doen wat ze moesten doen. Ja. En van het een komt het ander. En ja. In de tijd, dat was zo net voor ik kwam... een steunbetuigingsbrief van alle andere gemeenten waarvoor we werken, waaronder inderdaad Gooisemeren. Maar wij herkennen dat al die geluiden die in de krant staan helemaal niet. En dat hebben mensen wel heel erg als een hart onder de riem en als erkenning ervaren. Ja. Heeft dat ook een beetje het beeld in Hilversum doen wankelen? Zo van, blijkbaar ligt het niet alleen aan Versa, maar ligt het waarschijnlijk ook aan de gemeente of aan de politiek? Ja. Ik denk kort na het vertrek van de vorige bestuurder bij Versa Welzijn is ook Arjo Klameren als wethouder in Hilversum weggegaan. Dat is een politieke zaak waar ik verder niks van vind. Maar gevolg was wel dat de portefeuille welzijn en zorg onder één wethouder kwam te vallen. En dat maakt ook dat hij veel meer in samenhang gaat kijken naar zorg en welzijn. Dus dat heeft ook enorm geholpen. Ja. Want het lijkt me voor u ook lastig. U zit er nog een half jaar of pas een half jaar, maar het lijkt me voor uw organisatie ook lastig. In de ene gemeente wordt er fors bezuinigd. In Hilversum is er heel wat geld vanaf gegaan. Ja. En in een andere gemeente, zoals bijvoorbeeld Gooisemeren, komen de formatieplaatsen bij. Ja, dat is natuurlijk steeds. Hè. Wat lastig is voor een welzijnsorganisatie is om je werk goed te doen, moet je present zijn in de gebieden waar je werkt. Er zijn, dat is echt het begin van het werk. Omdat er zijn betekent mensen kennen, relaties opbouwen, vertrouwen opbouwen en verbindingen gaan leggen tussen mensen die iets voor elkaar kunnen betekenen. Op een moment dat je geen zekerheid hebt over kan ik volgende week of volgend jaar nog in dit gebied zijn, in deze wijk of dit dorp, dan wordt dat heel lastig. Als je gaat bezuinigen, dan gaan mensen weg, continuïteit weg, vertrouwen weg. En dat is iets wat wij steeds, waar ik in ieder geval een grote missie van heb gemaakt, om dat duidelijk te maken aan al onze gemeenten van zorg nou dat we present kunnen zijn. Want dat is een basis en die moeten ook onze werkers bewaken. Want als onze werkers succesvol zijn, er komen allerlei initiatieven en ze begeleiden dat een beetje. Vaak kunnen mensen heel veel zelf. Hè. Als het gaat om allerlei burgerinitiatieven bijvoorbeeld of clubs die bij elkaar komen. Maar ze vragen meestal net een stukje ondersteuning. En voordat je het weet zit je als werker weer helemaal vast in al die initiatieven die mede dankzij jouw verbindingskracht zijn ontstaan. Dus het is ook aan onze mensen om steeds te bewaken dat ze nog wel vrij kunnen rondlopen, zeg ik altijd, in de wijk. En dat ook gemeenten dus erkennen dat de basis is om die vruchtbare bodem te krijgen. Heeft u de indruk, tenminste ik heb altijd de indruk als het gaat om het welzijnswerk, dat er veel te veel verwacht wordt. Er is bijvoorbeeld een groepje overlast veroorzaken jongeren.
Nou, in Hilversum is dat redelijk recent. We hebben het hier in Bussum bij SDO ook gehad. Er is een groepje dat voor overlast zorgt, geluidsoverlast, troep op straat, mensen lastig valt. En dat er dan eigenlijk te veel naar het welzijnswerk wordt gekeken van, nou, dat moet u nu maar oplossen. Mm. Ja, ja. Ja, de verwachtingen zijn hoog en soms ook niet helemaal op de goede plek, denk ik. Want wij zijn, dat is ook een grote frustratie van jongerenwerkers. De kracht van jongerenwerkers is dat ze vertrouwen van de jongeren hebben. Dat we vroeg kunnen beginnen met kinderen, contact hebben en dat ook vasthouden. En daar zitten we die continuïteit in en het vertrouwen. En dat is iets heel anders dan zeggen, hé, er is overlast. Kijk, wat fijn is, als gezegd wordt, er is overlast, kennen jullie die jongeren? En zijn er aanknopingspunten om juist hun positieve kant, ze daarop aan te spreken? Ja. Maar wij zijn niet van repressie, hè? Want dat zou juist heel veel vertrouwen afbouwen. Justitie en politie. En die rollen niet, steeds scherp hebben. Ja, maar dat is soms ook lastig uit te leggen. Mensen die er wat buiten staan, die zeggen, wat, die jongeren, hoezo moet je die nog aandacht geven? Hè? Voor ons begint dat al veel vroeger. Hè? Die jonge kinderen kennen en dat contact goed houden, talent stimuleren, zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen. En dan kun je dat juist voorkomen in plaats van dat je daarop moet ingrijpen. Ik las onlangs een artikel waarin u zei, ik ga me sterk maken voor, het zijn even mijn woorden, welzijn nieuwe stijl. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat heeft erg te maken met wat ik net vertelde. Dus voor mij zit dat sterk in een aantal ingrediënten. Dus echt er zijn in de wijk, wijkgericht. En niet alleen maar opbouwwerkers of buurtwerkers, zoals wij ze noemen. Maar ook bijvoorbeeld maatschappelijk werk. En als ik keek, maatschappelijk werk, niet in de kleinere gemeenten, maar in Hilversum was maatschappelijk werk helemaal in de hoek terechtgekomen van de multiproblems, zware casuïstiek. En niet meer in de wijk. En ik vind, we moeten in de wijk zijn, samen met bewoners optrekken. Ook zoeken van waar zitten krachten van bewoners, waar is ruimte voor vrijwillige inzet, mensen kennen. Ook zien waar de problemen zijn, hè? Dus waar mensen vereenzamen of andere dingen hebben. En samenwerken daarin met andere professionals in de wijk die ertoe doen. Zodat bewoners niet denken, Versa Welzijn, wie is dat? Hè? Of, maar dat ze, en eigenlijk doet Versa Welzijn als naam er helemaal niet toe, maar zeg maar Jan, Piet en Klaas die bij ons werken en andere mensen die in de wijk werken, dat zij bewoners kennen en bewoners hen kennen, zoveel mogelijk. Had dit nu eigenlijk al 10 jaar of 15 jaar geleden moeten gebeuren? Absoluut, het is van alle tijden eigenlijk, want het gaat om samenlevingsopbouw. En ik denk wel dat het een thema is wat nu weer meer speelt dan ooit. Want waarom denkt u dat u dat nu, anno 2017 en straks 18, makkelijker zou kunnen realiseren dan uw voorgangers 10 jaar geleden? Ja, nou, ik denk, we hebben de hele decentralisatie gehad van WMO-taken en jeugdzorgtaken naar gemeenten sinds 2015. Ja. Gemeenten zijn ontzettend druk geweest om daarvoor, of het nou sociaal pleinen of wijkteams of wat dan ook is, om dat in te richten. Het is allemaal heel spannend, van redden we dat binnen de budgetten die we ervoor hebben. En nu merken gemeentes, doordat ze die verantwoordelijkheid hebben, dat als je niet oppast, dat dat allemaal enorm uit zijn voegen groeit. De vraag wordt steeds groter, de problemen steeds groter. Dus gemeentes beginnen in te zien, weer meer dan ooit denk ik, dat werken aan die preventie, aan die samenlevingskracht van onderop, in de wijken en de dorpen, dat dat ontzettend belangrijk wordt. Anders krijg je het en veel duurder terug. Mevrouw Keita, ik wens u veel succes met Versa Welzijn. Dank je wel. Dank je wel, Ruud. Vanuit de regio Gooi en Vechtstreek was dit In Derde Termijn. In de volgende aflevering reageert de burgemeester van Gooise Meren over de afscheiding van een deel van zijn grondgebied, de Hakkelaarsbrug. Graag tot volgende week.